Ik wil heel graag met u nadenken over de Heilige Geest, de trooster van Israël en onze trooster. Wanneer je die, als inleiding wil ik het volgende even zeggen. Wanneer je die vier evangeliën in tijdsvolgorde neerzet en leest, dan krijg je een overzicht van de gebeurtenissen en de volgorde waarin zich eigenlijk die laatste weken van de Heer Jezus hier op aarde heeft afgespeeld. En de studiebijbel die heeft een apart deel daarvoor uitgegeven. Dat noemen ze de synopsis en dat betekent een overzicht. En hier worden alle vier de gebeurtenissen van de vier evangeliën in een overzicht geplaatst. En komen ze in deze synopsis, in deze overzicht, wat het overzicht is, tot de volgende indeling. Het eerste wat beschreven wordt, als je dus die vier evangeliën en dan uit elk evangelie in dezelfde tijdsvolgorde dat op een pagina zit, dan zie je eerst, het eerste gedeelte gaat over de geboorte en de jeugd van de Heer Jezus. Daarop volgt eigenlijk de aankondiging van zijn bediening en dat is het optreden van Johannes de Doper. Dat was ook natuurlijk voorzegd in het Oude Testament. En Johannes de Doper die bereidt eigenlijk de weg voor de bediening van de Heer Jezus. En dan volgt er een periode waarin de Heer Jezus in Galilea is. En dan beschrijven deze evangeliën zijn laatste reis naar Jeruzalem en dan een groot gedeelte van het lijden en het sterven. En die beschrijving van het lijden en sterven van de Heer Jezus, wat in die periode gebeurt, wordt zeer uitvoerig in het Johannes-evangelie beschreven. Ik weet niet of je zich ervan bewust bent, maar vanaf Johannes 11 tot en met Johannes 21, in die 10 hoofdstukken, dat is meer dan de helft van het evangelie van Johannes. En in die meeste, in deze gedeeltes, in deze hoofdstukken, gaat het eigenlijk over die laatste uren, de laatste week van de Heer Jezus voor de kruisiging. En in de inleiding op het lijden en sterven van de Heer Jezus is eigenlijk een geweldig wonder wat er gebeurt. Namelijk een vriend van Jezus en die twee zussen heeft, Martha en Maria, die vriend van Jezus, van Lazarus, die overlijdt en dan ontslaapt, hij wordt begraven en na de vierde dag komt de Heer Jezus naar Lazarus en hij wordt opgewekt uit de dood. En vanaf dat moment staat er, komen de fariseërs en de raad samen en vragen ze zich af, wat doen we? Dat is echt een vraag die ze zich stellen in Johannes 11, vers 47. Wat doen we nu? Want ze zien dat er ontzettend veel volgelingen, mensen komen op, ook zien dat Lazarus uit de doden is opgewekt. En komen naar Jezus toe. En in Johannes 11, waar eigenlijk dat hele lijdensverhaal eigenlijk begint, dan nemen ze besluit, die raad en de fariseërs, en er staat er in Johannes 11, vers 53, vanaf die dag waren ze vastbesloten om hem te doden. En Jezus wordt door Maria, de zus van Lazarus, gezalfd. Dat is even tussen die periode van dat hij gevangen genomen wordt en de opstanding van Lazarus. Dan gaat Jezus, die komt dan op bezoek en dan is er een prachtig moment dat Maria Jezus zalft. En ik denk dat Maria de enige is die in de gaten heeft wat er eigenlijk aan het gebeuren is, wat ze heeft gezien. Wat ze heeft gezien is dat Lazarus overlijdt, dat Lazarus uit de dood wordt opgewekt. En Maria is de vrouw die eigenlijk zegt en weet, maar dit gaat met mijn Heer gebeuren. Waarom denk ik dat? Omdat bij de zalving, daar wordt gesproken over dat ze eigenlijk die olie hadden kunnen verkopen. Maar dan zegt de Heer Jezus tegen diegenen die daar kritiek op hebben, zij doet dit met het oog op mijn begrafenis. Ze doet dit met het oog op mijn begrafenis. Ze ziet dat Maria, die ziet dat wat met Lazarus is gebeurd, gebeurt ook met mijn Heer. En dan volgt de voorbereiding op de Pascha.
de voetwassing, de ontmaskering van Judas. En steeds, in die hele periode, je moet die 10e hoofdstukje maar eens lezen thuis, steeds weer opnieuw worden de discipelen erop voorbereid dat Jezus zou heen gaan. Er wordt steeds gezegd, verwezen naar zijn dood. Dat hij gevangen genomen zou worden. En je kunt je nu voorstellen, ik leef me dan in zo'n situatie in, dat er een enorme druk vanuit gaat. Die discipelen die denken, wat dan nu? Want ze hadden eigenlijk gedacht dat Jezus de koning zou worden. Dat hij de Romeinen het land uit zou drijven. Maar absoluut geen rekening ermee houden dat die Heer zou gaan sterven. En er komt dus een enorme druk, verdriet, angst. Je merkt gewoon in die hoofdstukken dat hoe nader het meer nadert dat Jezus zeg maar gevangen genomen zal worden, hoe meer de paniek er is, hoe groter de paniek. Er is een enorme, ik kan me dat niet alleen voorstellen dat de Heer Jezus uit het midden is, maar de paniek ook van die enorme geestelijke druk die er is. Die kunnen we ons gewoon niet voorstellen wat daar voor een geestelijke oorlog gevoerd wordt op dat moment. En dan zie je eigenlijk dat er een totale ontreddering is. En die druk ook van die geestelijke wereld, die zo beschreven staat in Gods woord, die druk van demonen en de Satan, dan komt dat moment dat Jezus spreekt. Dat is de context. Dat Jezus spreekt en zegt in Johannes 14, vers 16 tot en met 18, laat de tekst maar zien, en ik zal de Vader bidden. Dat is de context waarin het gebeurt. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Laten we zo samen bidden nog. Vader, we willen u zo bidden, zoals we zo prachtig gezongen hebben, dat u ademt op ons. Dat u uw Heilige Geest ons diep vervullen wilt. We willen u zo bidden dat we echt die diepe hunkering kennen en dat er een verlangen is om ook nu onze harten te openen. Dat u ons verstand opent, dat we zullen begrijpen. Maar dat het niet in het verstand alleen blijft hangen, maar neerdaalt tot ons hart. Dat u ons diep raken wilt. En dat u van ons van binnen veranderen wil. En ik wil u zo ontzettend danken dat we over de Heilige Geest mogen preken vanmorgen. Maar hoe kan een mens dat doen? We willen u bidden dat u zichzelf openbaart. Dat u tijdens de prediking alles wilt ontvouwen, Heer. Dat is ons diepe verlangen. En zo draag ik ook deze woorden aan uw diepe genade op, dat u erin wilt blazen zoals we gezongen hebben. Dat er leven in komt door uw Heilige Geest. In Jezus' naam, amen. Het woord wat hier in Johannes 14 wordt gebruikt, het is het woord parakletos in het Grieks. En dat wordt vertaald in het Johannes-evangelie met trooster. Maar in 1 Johannes 2 vers 1 wordt hetzelfde woord gebruikt en dat wordt anders vertaald. Want hier gaat het om dat iemand gezondigd heeft. En dan staat er in 1 Johannes 2 vers 1. Als er iemand gezondigd heeft, dubbele punt, wij hebben een voorspraak. In plaats van trooster, dus dit is precies hetzelfde woord, parakletos, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En dat betekent eigenlijk ook, als je al deze, dat woord parakletos echt opzoekt in de studiebijbel, dan zie je dat regelmatig anders vertaald wordt. Dat wordt vertaald met trooster, of pleitbezorger, of voorspraak, of helper. Het is dus een hele bijzondere, in de context wordt het dan eigenlijk heel bijzonder dan toegespitst. Maar eigenlijk betekent parakletos iemand die erbij geroepen wordt, te hulp geroepen wordt, om te bemoedigen, te troosten, te pleiten. Een verdediger, een advocaat, iemand die bijstand verleent en voor ons vertegenwoordigend optreedt. En Jezus belooft, er zou iemand komen en hij zegt, dat is een andere trooster.
Jezus zelf zou de Vader hiervoor bidden. De gever van deze trooster zou de Vader zelf zijn. Met die geweldige belofte dat deze trooster bij de discipelen zou zijn in eeuwigheid. En hier, dat is al een enorme bemoediging. Als je eigenlijk al kijkt naar dat die belofte is dat we tot in eeuwigheid een andere trooster zullen hebben, dan is het zo dat je weet, ik weet één ding, soms ben ik eenzaam. Soms kunnen mensen zich eenzaam voelen. Maar ik weet, ik ben nooit alleen. Ik ben nooit alleen. Ik kan eenzaam zijn, maar niet alleen. En dat is een troost. Dat is alleen al een troost op zich. Als je dus dat beseft, als je dat al eigenlijk vanmorgen meeneemt, in welke situatie dat je misschien ook bent, dat de Heer Jezus een geweldige belofte doet en zegt, ik zal een andere trooster geven en hij zal tot in eeuwigheid bij je zijn. Niet alleen nu en morgen en overmorgen en volgend jaar, ook niet als je overlijdt, ontslaapt. Hij zal in de eeuwigheid bij ons zijn. Ook als je door, waar ik zo dadelijk over zal denken, zal spreken over een diep dal. Als je door een diep dal gaat. Hij is bij je. En dat is een bijzondere, ja, dat is zeg maar een bijzondere bemoediging. Er kan heel veel verdriet zijn in ons leven. We kunnen rouwen, diep verscheurd zijn, soms leeg. Niet ervaren dat God bij ons is. Dat er verdriet is waar geen troost voor te vinden is. En dan is het zo indrukwekkend dat iemand die bij ons komt en ons doorgrondt, die de pijn kent, die dat ontroostbare verdriet kent, de derde persoon van de drie eenheid, die de naam draagt, trooster. Weet u, dat is zo'n bemoediging eigenlijk al, dat je ziet van de zondeval bracht een enorme stroom van ellende. Veel zonde, vertwijfeling, verdriet, armoede, de bittere droefheid. Zeker als je zo aan het voet van een graf staat. De dood had zijn intrede gedaan. En in de hele Bijbel vind je de openbaring van God als de trooster en de vertrooster in droefheid. Andere trooster betekent gewoon dat God zegt ook dat hij een trooster is. En Jezus zegt daarvan, ik ben ook een trooster. Daarom zegt hij, nu komt er een andere trooster die voor eeuwig bij je zal zijn. Die je zal vertroosten in je droefheid. Een diep ontroerend voorbeeld is altijd, vind ik, als je naar het Oude Testament kijkt, dat hoe God met zijn volk omgaat. Met zijn volk Israël. Een volk dat ontrouw is, verveelvuldig vervalt in afgoderij, weg van Gods aangezicht. En God, en dat vind ik heel, heel bijzonder als je het boek Hosea leest, dat God als een gekrenkte minnaar achterblijft. Een gekrenkte minnaar die verlaten is door zijn geliefde. Zo wordt eigenlijk die relatie tussen Israël en de Heere God beschreven. En dan zie je in het boek Hosea dat die gekrenkte minnaar zijn geliefde achtervolgt, over haar waakt. Zelfs als ze zich met afgoederij en overspel overgeeft. En toen ik daarover nadenken was, kwam ik bij die woorden. En daarom heb ik het ook genoemd, de Heilige Geest als trooster van Israël. En trooster van u en mij, van de gemeente. Want ik zie vaak dat er, ik zei tegen Rietje, er worden vaak beloftes die in het Oude Testament gegeven worden, die mogen we wel op onszelf toepassen, maar we mogen ze niet kapen. Die zijn voor Israël geschreven. En daar in eerste instantie. Daarom maak ik ook nu even een verschil tussen de trooster voor Israël en de trooster voor ons. Want je ziet nu, zeker in deze tijd, moest ik echt aan denken, Jesaja 40 vers 1 en 2, daar staat dan dat God uitroept dat de profeten krijgen de opdracht, troost mijn volk. Zal u God zeggen,
Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat de strijd vervuld is en dat de ongerechtigheid verzoend is. Dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Het volk was in ballingschap. Dat had het over zichzelf afgeroepen door ongehoorzaamheid en ontrouw. En de maat was vol en toen werden ze in ballingschap gevoerd. Maar dan komen die troostvolle woorden. Troost, troost mijn volk. En wat is troost dan? Dat staat in deze tekst. Spreek naar het hart. Troost is eigenlijk spreken tot het hart. Je weet dat iemand hartzeer heeft. Je weet dat zijn hart gebroken is. En dan komen er woorden die spreken tot je hart. Het is de troost dat God zelf tot het volk komt. Het zijn niet alleen woorden, maar dat God zelf tot het volk komt. Troost die tot herstel leidt van het volk, van God, met zijn God. Om Jeruzalem liefdevol moed in te spreken in wat is dat nodig is in deze tijd. Israël, wat met schuld beladen is, wordt aangesproken. En hier in Jesaja 40 wordt een heel bijzonder tafereel eigenlijk geschilderd. Dat de schuld verzoend zal worden. Er zal een stem klinken, staat er in Jesaja 40. Een wegbereider. En die zal de majesteit openbaren. God zal zijn volk ontmoeten, juist in een dorre, verlaten woestijn. Een beeld van de situatie van het volk van God, waarin God zich zijn heerlijkheid zal openbaren. Want in Jesaja 40, vers 5, daar staat dan: de heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien. Want de mond van de Heer heeft gesproken. En hij komt als trooster, maar vooral ook als herder. In Jesaja 40, vers 11 staat er dan: als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Het is een zorgzame, troostende herder die de zwakke in zijn armen zal dragen, die zo die troostende woorden spreekt. Israël zal ook een trooster nodig hebben op het moment dat Zacharia 12 tot vervulling gaat. Er staat geprofeteerd en ik denk dat we het nu hebben over de dagen waar wij in zijn. Ik denk dat dit hier gaat over wat wij nu voor ogen zien. Namelijk, zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bewelmende beker. We zien het eigenlijk allemaal gebeuren. Wat we eigenlijk in 1948 hebben gezien, dat het nationaal herstel van Israël, er zal een geestelijk herstel volgen. En dit wordt hier beschreven. Na dat nationale herstel zal er een onvoorstelbaar, indrukwekkend geestelijk herstel vormen. En wat we hier zo zien, in Zacharia 12, vers 2 en 3, daar staat: zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Je ziet het gewoon gebeuren, het trekt allemaal samen. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen zullen zich zeker diep sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Je ziet dat er een steen, dat het gewoon getild kan, geprobeerd getild te worden. En ze zullen zichzelf verwonden. En de uitwerking daarop, die uitwerking wat er zeg maar gebeurt, en daar bid ik echt voor, en er zijn meerdere, er zijn velen die ervoor bidden. Dat is namelijk de enige toevlucht die daar dan zal zijn voor Israël. Wat in Zacharia 12 vers 10 zo geopenbaard wordt. Want er staat dan maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem. Daar komt de trooster. Zal ik de geest van de genade en de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen Jezus aanschouwen
die ze doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. De geest van de genade, de trooster, wordt over het volk uitgestort, om te troosten en te spreken tot hun hart. Ik vind het zo indrukwekkend, omdat we in een tijd leven waarin dit eigenlijk allemaal zich aan het ontvouwen is. We leven echt een tijd waarin we echt mogen bidden dat we zien dat er een bedwelmende beker voor alle volken rondom is. Alles richt zich eigenlijk op dat kleine land. Eigenlijk totaal niet noemenswaardig. Een speldenprik op de wereldkaart. En dan zie je eigenlijk dat alle die hem optillen zullen zich zeker diepe sneden toebrengen. Maar uiteindelijk zal dat het gevolg hebben dat over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem die trooster wordt uitgestort. En die gebeden, de geest van de gebeden, en dat ze zullen aanschouwen. Ik vind het zo'n ontroerend moment. Weet je, dat ik vergelijk dat altijd op het moment die zonen van Jacob, die broers van Jozef, dat die dan uiteindelijk zeg maar in Egypte zijn. En dan zijn ze rondom Jozef en ze herkennen hem niet. Ze weten niet wie het is. En dan komt er dat moment, zo ontroerend, dat hij iedereen wegstuurt. Bij Jozef is. Alle dienstknechten moeten weg. En hij heeft tot dan toe alleen maar Egyptisch gesproken. En dan spreekt hij zijn eigen broers aan in zijn taal. In het Hebreeuws. Hij heeft alles verstaan. Hij heeft alles gezien. En dan openbaart hij zich en zegt, ik ben Jozef. Zo'n moment zal dat zijn. Dat ze zeggen, ik ben Jezus, ik ben de opgestane Heer, ik ben de Messias. En dan zal er diep verdriet zijn. En dan zal er een trooster nodig moeten zijn. Niet troostende woorden, maar een trooster moet er zijn. De geest van de genade, de geest van de gebeden. En dat beschrijft Zacharia 12. De geest wordt uitgestort, die zal troosten. En dat op een bijzondere manier, zoals in Johannes 16, vers 13, vers 14 zegt. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Die troost, die trooster, de Heilige Geest, geeft troost. Hoe? Door Jezus te openbaren. Door Jezus te openbaren, door te openbaren wie er doorstoken is, om te openbaren wie de Zoon van God is, door te openbaren wat zijn werk is, door te openbaren hoe zijn lijden is geweest, zijn sterven, zijn opstanding, zijn zitten aan de rechterhand. En de heerlijkheid van hem is groter als voor de grondlegging der wereld. Daar heb ik met u op hemelvaart over nagedacht. Hij is een van ons. Hij is de koning van Juda. En steeds als ik nadenk over de Heilige Geest, dan ben ik zeer bewogen en zeer onder de indruk. De troost die hij geeft, de wijsheid die hij geeft, het spreken tot iemands hart, tot mijn eigen hart. En ik wil graag met u iets delen hoe ik zelf het werk en de troost van Gods Heilige Geest mag ervaren in mijn eigen leven, in ons eigen gezin, maar ook in het bijzonder in de herderlijke zorg die we zo mogen geven
al vele, vele jaren, 40 jaar lang. Ik wil u iets laten, daar wil ik echt iets heel persoonlijks delen, maar het is ook echt iets wat mijn hart echt diep geraakt, raakt steeds weer opnieuw. Weet je, in die 40 jaar dat we de Heer Jezus mogen dienen samen met Rietje in de gemeente, hebben we natuurlijk veel naar verdrietige verhalen geluisterd. We hebben geluisterd naar de puinhopen waar broeders en zusters mee voor de dag kwamen. De geheimen, de verborgen kamers die God aan het licht bracht. De slechts nieuwsberichten die broers en zussen kregen om hierin te helpen. En hartverscheurende situaties in lijden of in het ontslapen van een dierbare. Om bij diegenen te zitten die verslagen zijn. Gewoon erbij te zitten. En mee te rouwen. Erbij te zijn zonder te spreken. Zonder woorden. Hoe ga je daar nu mee om dan? Hoe word je dan zelf gesterkt? Hoe verwerk je zelf het verdriet in het eigen leven? Maar ook het diepe bewogenheid die je hebt. En hoe kun je mensen bijstaan in hun leed? En wat mij zeer geholpen heeft, Rietje mij zeer geholpen heeft, is een voorbeeld uit het boek van Nehemia en Esra. Nehemia, die betekent trooster. En Esra betekent helper. En beide zijn namen van de Heilige Geest. En het thema van het boek Nehemia en Esra is eigenlijk de terugkomst van het volk Juda en Benjamin, de twee stammenrijk, uit ballingschap in Babylonië. Esra gaat over de herbouw van de tempel. Nehemia die komt dan later naar Esra en die gaat over de herbouw van Jeruzalem en de muren van Jeruzalem te herbouwen. De poorten die verbrand zijn, om dat te herbouwen. En wat mij erg geholpen heeft in mijn persoonlijk geloofsleven, maar ook als herder van de gemeente, is het volgende tafereel. Dit heeft me inzicht gegeven in het werk van de Heilige Geest en ook inzicht gegeven in mijn eigen bediening en de plaats die we hier zelf in hebben. Nehemia, die is in Babel, in ballingschap. Hij is schenker van de koning. Dan komen broers op bezoek in het eerste hoofdstuk. En dan vraagt Nehemia naar de toestand van Jeruzalem. Het bericht wat hij krijgt is hartverscheurend. De poorten zijn verbrand. De muur rondom Jeruzalem is afgebroken. Het volk is onbeschermd, is onveilig. En hij bidt Nehemia en krijgt van de koning van Babel de opdracht om naar Jeruzalem te gaan, om weer te herbouwen en de poorten te herstellen. En dan wordt in het boek Nehemia, in hoofdstuk 2, wordt er het volgende tafereel geschilderd. Nehemia, zoals ik al zei, betekent trooster. Hij krijgt dus toestemming naar Jeruzalem te gaan, om die muren van Jeruzalem te herbouwen. En Nehemia komt in de stad, 's nachts. En zonder dat hij iemand op de hoogte brengt van zijn taak of van zijn opdracht, inspecteert hij 's nachts op een ezeltje de stadsmuren. Het eerste waar hij doorheen rijdt met zijn ezeltje is de dalpoort. Daarna gaat hij naar de slangenbron, dan voorbij aan de mestpoort, of ook wel aspoort genoemd, inspecteert hij de muren en de bressen die er zijn geslagen en de poorten die zijn verbrand. En uiteindelijk komt hij uit bij de bronpoort en bij de koningsvijver. Maar dan komt er een plaats waar er geen ruimte meer is voor het rijdier waar hij op zit. En Nehemia, die stapt af, laat zijn ezeltje achter en gaat midden in de nacht verder en beklimt op de puinhopen
van alles wat hij inspecteert en al in het duister tastende de schade die er is aangericht om op te nemen wat verwoest is en hoe groot de schade is om te komen tot herstel. En ik heb voor mezelf de vrijheid genomen en ik neem u hierin mee dat dat een geweldig beeld is van het werk van de Heilige Geest. Die fysieke weg die Nehemia op dat ezeltje aflegt, is soms de geestelijke weg die mensen, waarmee je mensen met mensen mag meewandelen. En aan de hand van die fysieke weg die hier beschreven staat, neem ik u mee om te proberen te uit te leggen hoe dat werkt. U en ik zijn het ezeltje. Heilige Geest, die werkt en neemt ons mee. En regelmatig mogen we geleid door de Heilige Geest die tocht maken met mensen die ons het vertrouwen geven. Om die verwoesting en het verdriet, de pijn en de moeite in hun leven. De muren van hun bescherming zijn afgebroken, hun poorten zijn verbrand en je mag als het ware, als het ezeltje waar de Heilige Geest op rijdt, in alle eerbied gesproken. En het eerste waar je komt, is een diep dal. De dalpoort. Waar broeders en zusters doorheen zijn gegaan, of doorheen gaan, zoals Psalm 23 dat beschrijft, dat je soms door de schaduw van de dood gaat. En meestal deinzen mensen daarvoor terug. Meestal is het zo dat als iemand door een dal van duisternis gaat of diep rouw, dat hij in een isolement valt. Het is moed voor nodig om langdurig iemand bij te staan, om langdurig met iemand te lopen. En het is indrukwekkend dat als je echt vervuld bent van de Heilige Geest, dat hij jou als ezeltje gebruikt om deze mensen te ontmoeten in die dalpoort, om daar niet voor terug te deinzen. In het dal waar die mensen doorheen gaan. Om als het ware daarbij te zijn, alleen te zitten. En niet terug te deinzen voor dat dal. En dan kom je vaak, regelmatig kom je dan ook soms tegen dat je geconfronteerd wordt. Als je dan verder wandelt, dan word je geconfronteerd met de slangenbron. Die slangenbron, dat is het werk van Satan en zijn demonen, die een mensenmoordenaar wordt genoemd, die het doel heeft om mensen te vernietigen. De grote draak, de slang en mensenmoordenaar van den beginnen. En soms deinst je daarvoor terug. Die macht die er is, maar dan besef je dat Gods geest je laat zien dat niemand sterker is als hij. Je mag dan gaan vertrouwen op 1 Johannes 4, vers 4, waar staat dan: lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, dat is de Heilige Geest, is groter dan die in de wereld is. En je komt dan in die confrontatie te staan, voor te bidden, voor bevrijding. Om te bidden en mensen te omringen. En dan ga je via die slangenpoort, kom je in die aspoort, die mespoort, waar het vuil naar buiten gedragen wordt, waar het as in de ravijn gestort wordt, waar er bevrijding is van het vuil, bevrijding is van de zonde, bevrijding is ook van de gevolgen ervan. En soms heeft dat hele traject, kan je beklemmen. Kan een diepe weerzin oproepen. Die vuiligheid, occultisme, de zonde. Maar dat perspectief, in dat grote perspectief om bij die bronpoort te komen. De bron van het levende water waar je uit mag putten. De koningsvijver waar je rust en vrede is. En dat is die diepe hoop die je mag hebben en mag voorhouden, dat is het doel. Dat die bron, Jezus, de koning van die vrede en rust, vind je aan die koningsvijver. Maar dan komt er een moment
En dat is in de bediening eigenlijk het meest bijzondere, het meest ontroerende, dat de Heilige Geest het ezeltje achterlaat. Dat zijn van die diepe momenten dat de puinhopen en de verwoesting en de brand in het leven van mensen zo gewoed heeft en zoveel verwonding heeft aangericht, dat de Heilige Geest je achterlaat. En hij alleen met de persoon verder gaat. De schande en de schaamte, de troost die dan eruit spreekt, de helper, hij alleen inspecteert en troost, geneest, herstelt. Geeft bevrijding en er komt geen mensenhand aan te pas. Dat is de derde persoon van de drie eenheid. De trooster, de geest van God, de geest van Christus. Die ons vormt naar het beeld van Jezus. Die ons heiligt met één doel voor ogen. En dat is dat de Zoon van de God verheerlijkt wordt. Weet je, vanmorgen is Pinkster en we gedenken aan de komst van de Heilige Geest. Dat hij permanent inwoning maakt in de wedergeboren mens. En misschien herken je wel dat beeld wat ik zo geschetst heb. Je moet het thuis maar eens lezen en misschien nog eens luisteren. Die weg die er eigenlijk gegaan wordt vanuit het dal. Dat er een slangenbron is, dat er een aspoort is waar je echt het vuil kunt achterlaten. Maar uiteindelijk kom je dan bij die bron uit. Bij Jezus, bij die koningsvijver. En als je in die koningsvijver kijkt en jezelf weerspiegelt, dan zie je niet meer jezelf. Dan zie je het beeld van Christus. Waarin de Heilige Geest je eigenlijk wil vormen naar dat beeld. Die heiliging, wat door de Heilige Geest wordt bewerkt. En weet u, daar komt niemand aan te pas. Daar komt geen mensenhand aan te pas. Dat is de Heilige Geest zelf. Een diepe verlangen om voortdurend vervuld te worden door de Heilige Geest. Steeds weer opnieuw dat diepe verlangen om op Christus te lijken. En op alle gebieden van je leven hem te verheerlijken. Bij die bronpoort en bij die koningsvijver zie je dat alles wat je nodig hebt, is Jezus zelf. Je kijkt terug en je ziet de bevrijding. Je ziet de genezing en je ziet het herstel. Of je bent in herstel. Maar het is zo bijzonder dat die grootste schat die is, dat hij openbaart wie Jezus in ons leven kan zijn. Die echte genezing van hart, ziel en lichaam. En dat bid ik voor ons. Dat bid ik dat u die weg kent. Dat je die momenten kent van die diepe gemeenschap met de Heilige Geest. Dat je echt ervaart, nu is geen mensenhand meer, het komt er aan de pas. Alle ezeltjes zijn achtergelaten. Ik heb nu een intense, diepe gemeenschap met de Heilige Geest. Die dan mij openbaart wie Jezus is. De Heilige Geest wijst nooit op zichzelf. De Heilige Geest neemt uit wat van Jezus is en openbaart de Jezus zelf. Dat is die prachtige dans in die drie eenheid. Tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En het is zo bijzonder om te weten, en dat moet je altijd beseffen. God is ook heilig en de Zoon is ook heilig. Maar ze dragen dat niet in de naam. Het is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En waarom wordt hij de Heilige Geest genoemd? Omdat hij in uw heiligingsproces, dat proces wat ik nu beschreven heb, aan de hand van een beeld van Nehemia, in dat heiligingsproces met u is hij totaal betrokken. Hij is de Heilige Geest, omdat er een heiliging plaatsvindt dat u meer en meer op het karakter van Christus kan lijken. En dan is het zo bijzonder dat aan de ene kant God mensen gebruikt daarvoor, dat hij mensen in uw omgeving brengt die met u daadwerkelijk door dat dal willen gaan, die u daadwerkelijk
een gave hebben om ook, zeg maar, die bindingen die er zijn, om die te verbreken. Dat er daadwerkelijk ook, zeg maar, beleiden van zonde is. En dat je de as, die mest, uit je leven gaat weghalen. Uiteindelijk met het doel en dat geweldige perspectief om bij die bron van dat levende water uit te komen en daarvan te drinken. En hoe meer je drinkt, hoe dorstiger dat je zult worden. En te rusten bij die koningsvijver. Om daar te gaan zitten en te zeggen, alles is verbracht. En te zien wat de Heilige Geest in je leven doet. Dat wil ik u echt toebidden. Troost, troost mijn volk, zal God zeggen. En ik hoop echt dat het een diepe troost voor u is. Deze dag, gewoon een troost dat Jezus gezegd heeft, ik zal een andere trooster zenden. De Vader zal ik dan verbidden. En hij zal uitgestort worden. En dat hij dat weet, ervaart. En die diepe gemeenschap met Jezus Christus en de Heilige Geest mag weten. Laten we zo even samen stil zijn. Ik wil een muziekteam al uitnodigen. Vader, ik wil zo bidden voor mensen die hier zijn en diegenen die naar deze preek luisteren, dat ze echt mogen ervaren dat u een andere troost heeft gegeven, die altijd en eeuwig bij ons zal zijn. Ik bid zo, Heere God, voor diegenen die verdriet kennen, voor diegenen die langdurig chronisch ziek zijn. Voor diegenen die ontmoedigd zijn. Voor diegenen die grote verliezen hebben geleden in hun leven. Ik wil zo bidden dat u komt en uw Heilige Geest zo heeft uitgestort. Maar dat die trooster als een olie over ons leven zal zijn. Dat we de zegen mogen ervaren. Niet van troostende woorden, maar van een trooster. Iemand, de derde persoon van God, de Heilige Geest. Dat we troost vinden doordat Hij ons Jezus openbaart, die alles kent, die weet waar we doorheen gegaan zijn en doorheen gaan. Die op gelijke wijze als ons verzocht is geworden zonder te zondigen. En u pleit voor ons zoals de Heilige Geest pleit voor ons. Vader, ik bid voor diegenen die in een proces zitten van bevrijding, van het verwerken van het verleden, de gevolgen van verkeerde keuzes. Zonde die in ons leven verwoestende gevolgen heeft gehad. Ik bid dat als er bindingen zijn, dat u die zult openbaren en het verbroken wordt. Ik wil u bidden als we zonde koesteren en weten dat u ons nu op dit moment ermee confronteert. Dat we de moed hebben om naar die aspoort te gaan en ons te reinigen door het belijden van onze zonde berouw te hebben en vergeving te ontvangen en gereinigd te worden door uw Heilige Geest. Om uiteindelijk te genieten van die bron
Jezus, de bron van het levende water, die ons uitnodigt, kom, kom en drink. En te genieten dat Hij de koning is, van die vrede. We prijzen uw naam. Amen. Laten we zo gaan staan.